BZV-boerin Annemiek onthult relatiestatus, terwijl de andere boeren in de laatste uitzending van Boer zoekt vrouw op citytrip waren met hun gekozen vrouwen, was te zien dat boerin Annemiek weer van vooraf aan begon met een date. Toch is er nog geen sprake van een nieuwe ontwikkeling in haar liefdesleven. Ondanks alle brieven, die ze nadat ze Erik naar huis stuurde weer heeft doorgespit met presentatrice Yvonne Jaspers, heeft ze nog steeds geen man aan de haak geslagen. Hoewel ze wel zegt daarvoor open te staan, ik denk dat ik nog steeds echt klaar ben voor de liefde, maar ik denk dat we op hetzelfde punt zaten als toen ik hieraan begon, vertelt de boerin in een vooruitblik op NPO Radio 2. Ook zegt ze geen spijt te hebben van haar deelname, een man met een 9 tot 5 baan gaat mij nooit snappen. Waar het aan schort volgens Annemiek, wat ik zoek is dus heel specifiek. Ik zoek een workaholic die bij mij komt wonen, een man met een 9 tot 5 baan gaat mij nooit snappen. Die zal wel denken, stoer zo'n vrouw, maar als je dezelfde drive niet hebt, dan is dat 2 maanden leuk. Toch heeft ze nog hoop in de liefde, ik denk ook serieus, misschien gaat hij nu nog wel komen. Misschien zit hij nu wel op de bank en denkt hij, ik ben die workaholic die het wel met haar ziet zitten, aldus Annemiek.